Goedenavond, welkom bij Pakhuis de Zwijger. Mijn naam is Servas en dit is Ruimte, Ruimte, Ruimte. En vanavond praten we over de landbouwsector, of eigenlijk de boerensector, na de stikstofcrisis. Daarover praat ik met twee boeren. Praat ik met de, heb ik eerder gesproken met Imke de Boer en zij is hoogleraar aan de WUR. En spreek ik met vier statenleden uit Noord-Holland die uiteindelijk een grote stem hebben in hoe de toekomst van onze landbouw eruit gaat zien. Nu hier aan tafel al, maar ik ga zo met jullie verder spreken, hebben we Ingrid de Sijn. Jij bent veehouder in West-Friesland. En ik spreek met Jan Duindam en jij bent ook veehouder. En je bent ook lid van de Boerenraad. Ja, klopt. Fijn dat jullie er zijn. Welkom. Ja, dankjewel. En wat ik al zei, laten we eerst even kijken naar het gesprek met... ik moet trouwens iets anders zeggen. We zijn live via onze website dezwijger.nl. Helaas is het zonder publiek. En we zijn in herhaling op NH Nieuws. De mensen die nu kijken op dezwijger.nl, die kunnen meepraten of die kunnen vragen stellen. Dat kan via de programmapagina. Klik dan op de Zoom-link. En die vragen worden via de regiekamer aan mij doorgestuurd op deze tablet. Nu kunnen we naar Imke de Boer. En zij is dus, wat ik al zeg, onderzoeker, hoogleraar aan de Wageningen University in Research. En ze heeft een anderhalf jaar geleden heeft zij de Voedselvisie 2050 uitgebracht. En we hebben haar gevraagd om met ons in gesprek te gaan over hoe zij kijkt naar de toekomst van de landbouw. Laten we even naar gaan kijken. Imke de Boer, welkom. Fijn dat je er bent. Jij bent hoogleraar dieren en duurzame voedselsystemen van de Wageningen University en Research. En jij houdt je met duurzame voedselsystemen bezig. Sterker nog, jij bent een van de schrijvers van Voedselvisie 2050. Laten we bij het begin beginnen. Waarom hebben wij een stikstofcrisis in de landbouw? Ja, dat is ook een hele goede vraag en belangrijk ook. Er zijn eigenlijk twee redenen waarom we te veel stikstof hebben in Nederland. En de eerste is dat we te veel dierlijke mest hebben. En dat komt omdat we veevoer importeren uit het buitenland. Ongeveer de helft van het landbeslag van onze veehouderij ligt buiten Nederland. En daarmee halen we stikstof het systeem in. En we exporteren vervolgens een groot deel van onze producten. En de mest en de stikstof blijft dus hier. En daarnaast gebruiken we ook nog kunstmest. Dus halen we nog een keer stikstof dat systeem in. Dus het gebruik van kunstmest en het teveel aan dierlijke mest zijn twee hele belangrijke oorzaken van onze stikstofcrisis. Dus we halen letterlijk van buiten Nederland, halen we stikstof in ons Nederlands natuurlijk systeem, brengen we in. En dat doen we natuurlijk in de landbouwsector. Maar dat gebeurt eigenlijk ook met bouwen en met wegen. Zou je niet kunnen zeggen, laten we landbouw gewoon doorgaan en we gaan het bij bouwen en wegen oplossen? Ja, ik denk eerlijk gezegd dat ieder zijn aandeel heeft in het stikstofprobleem. Dus de landbouw heeft een relatief grote bijdrage aan het stikstofsysteem, of stikstofcrisis. Maar daarnaast ook andere sectoren. Want als je inderdaad fossiele energie gaat verbranden, dan ontstaat er NOx. Dus dat is ook een vorm van stikstof. En dat betekent dat al die verschillende sectoren eigenlijk hun verantwoordelijkheid en hun aandeel zouden moeten nemen. Dus ik denk niet dat je naar elkaar moet wijzen. Maar ik denk juist dat je allemaal moet kijken, wat kun jij doen? Ja, en nog voor de volledigheid, waarom is stikstof zo slecht voor onze omgeving? Waarom is het zo slecht als dat uitgestoten wordt? Ja, wanneer we het over de stikstofcrisis hebben, dan hebben we het vooral over de emissie van ammoniak en de emissie van NOx, dus NOx. En dat zijn eigenlijk twee gassen die de lucht ingaan en die bijvoorbeeld weer neerslaan op natuurgebieden. En daardoor die natuurgebieden verarmen. Dus eigenlijk verlies je daarmee biodiversiteit. Dat is de grote discussie die er is ten aanzien van stikstof. Ja. Duidelijk, dankjewel. Want dan is dat ook heel scherp. Ja. En als we dan kijken naar de toekomst. Bijvoorbeeld inderdaad zoals die visie van 2050 die ik weer heb geschreven. Dan is hopelijk deze crisis voorbij. Hoe ziet dan het voedselsysteem in Nederland eruit? Hoe is dat dan anders? En wat moeten we dan anders doen om daar te komen? Ja, nou deze twee punten zijn daarin veranderd. Dus in 2050 zou ik zeggen, hou je dieren daar waar het voer is. Dus ga je geen veevoer meer importeren. En we gaan eigenlijk nog een heel klein stapje verder. We
We zeggen zelfs, je zou niet specifiek diervoer voor dieren moeten telen, zoals graan of mais, maar je zou dieren moeten voeden op basis van reststromen van onze plantaardige productie en gras. En je moet de dieren dus daar houden waar de reststromen en het gras zijn, dan kan de mest ook gewoon terug naar waar de reststromen en het gras vandaan komen. Dus dat is één, over de dierlijke mest. En aan de andere kant moet je de hoeveelheid kunstmest minimaliseren. En dat heeft eigenlijk twee redenen. De eerste reden is dat wanneer je dat te veel gebruikt, dan belast je het milieu en de natuur, zoals ik net benoemde. Maar er is nog een andere reden, en die, ja, dat gaat meer over fosfor, maar ook belangrijk, is dat sommige kunstmeststoffen eindig zijn. Dus bijvoorbeeld fosfor, kunstmest wordt gewonnen uit fosfaaterst. En dat is gewoon een eindige bron, dus dat kun je niet eeuwig blijven gebruiken. Dus je zult ook toe moeten naar een systeem waarin je eindige kunstmeststoffen niet meer gebruikt. En ik noem dit nu even, dat fosfor, want dat is best wel belangrijk. Want we hebben het vandaag over de stikstofcrisis, maar het is natuurlijk heel belangrijk om de totale milieuproblematiek en ook natuurlijk het welzijn en allerlei andere elementen van duurzaamheid te beschouwen in nieuwe politiek. Niet alleen te kijken naar stikstof. Ja, en als je dan naar die toekomst kijkt, dan hebben we dus alles opgelost met slimme nieuwe technologieën. Kunnen we dan nog steeds evenveel koeien houden, evenveel melk drinken, evenveel vlees eten als we nu doen? Nee, want wanneer je zegt van ik ga dieren voeden met reststromen en gras, dan kun je ook minder dierlijk voedsel eten dan dat wij nu in Nederland doen. En we hebben je wordt letterlijk veel minder intensief, dus je veel minder productie op per vierkante kilometer. Ja, de hoeveelheid veehouderij wordt dan eigenlijk bepaald door de hoeveelheid reststromen die er zijn en de hoeveelheid gras. Ja. En wij hebben uitgerekend dat grofweg betekent dat je ongeveer de helft kunt eten van de hoeveelheid dierlijk voedsel, dus melk, vlees en eieren, dan dat wij nu in Nederland doen. Dus we kunnen nog wel dierlijk voedsel eten, maar ik zou zeggen met mate. En hoe kunnen we er dan voor zorgen dat dan de voedselproducerende sector, dus de boeren van 2050, dan toch gewoon een goede boterham kunnen verdienen? En hun werk op een goede wijze kunnen doen? Ja, dat is heel belangrijk natuurlijk, die eerlijke prijs voor voedsel in zijn algemeenheid. Want we betalen op dit moment nog maar 8% van ons inkomen geven we uit aan voedsel. En dat is heel erg laag. En in 1960 lag dat op bijvoorbeeld 30%. En ik denk dat we in zijn algemeenheid toe moeten naar een eerlijke prijs voor voedsel. Dus dat betekent dat we boeren die produceren met respect voor de natuur en bijvoorbeeld melkveehouders die hun koeien voornamelijk voeren met gras, maar daarbij ook bijdragen aan het behoud van het landschap, watermanagement, misschien zelfs aan het behoud van biodiversiteit, weidevogels, die zullen we moeten waarderen voor het feit dat ze dat voor ons doen. Ja. En aan de andere kant, als je het dan bijvoorbeeld over varkens en kippen hebt, dan zullen we moeten betalen voor het feit dat we die dieren houden op een manier dat het dierenwelzijn bijvoorbeeld in orde is. En dus we moeten toe naar een eerlijke prijs voor ons voedsel. Ja. Ja. Wij zullen de Voedselvisie 2050 op onze website zetten. We hebben natuurlijk veel vaker ook met jou en met jouw collega Evelien van Olden hebben gesproken over deze voedselvisie. Bijvoorbeeld in de maandtijd van morgen. Ook die zullen we linken, zodat mensen daar uitgebreid naar jouw verhaal kunnen luisteren en hoe dit opgepakt kan worden. Voor vandaag heel veel dank dat je bij ons wilde zijn op deze manier, Imke de Boer. En graag tot een volgende keer. Graag gedaan. En als mensen vragen hebben over de voedselvisie, laat ze me vooral mailen. Super. Dan zullen we die er ook okay. te vinden op de website van de Wageningen University in Research. Dankjewel. Oké, tot ziens. Ja. Nou, dat was Imke de Boer. Dankjewel inderdaad, Imke. Ik heb haar gisteren gesproken. Hier aan tafel, als ik eigenlijk met jou begin dan, Ingrid. Hoe kijk jij naar de toekomst van jouw sector? Nou, ben jij het eens met... Denk je van, oh, dat is eigenlijk wel zinnig wat Imke de Boer net zegt? Nou, er zitten zeker hele goede punten tussen. Maar als hij zegt van de koeien die moeten de restproducten gebruiken, want dat is dan wel goed en dan gaat de productie naar beneden. Maar dat doen we nu al. Ja. Koeien eten het restproduct van de bierbrouwerij, van de aardappelindustrie, de citrusschillen.
wij doen al heel veel restproducten gebruiken, waardoor de boodschappen in de winkel betaalbaar blijven. Want wij betalen voor de restproducten. En jij hebt een heel mooi filmpje meegenomen van waar jij werkt en woont en, en leeft. Dat is hierachter. Misschien kunnen we een fullscreen krijgen. Dit is Schellinghout aan het Markermeer. Dat is onze neventak, de vakantiewoning. Ja. En dan draai je over onze woning heen, over ons erf heen. Dan zie je verder weer het Markermeer met de zeilbootjes. Nou, daar begint de wintervoorraad van de koeien. En dan draaien we langzaam over een deel van ons land heen. Dat is 37,5 hectare achter huis. Ja. Zometeen, dit is de stal waar de koeien. Je ziet in de verte de pinken buiten lopen. Mijn man zit op de trekker en die is aan het schudden. En het mooie aan dit filmpje is dat je dus kan zien dat wij agrariërs zijn, maar dat wij ook landschapbeheerder zijn. Wij zorgen voor biodiversiteit, wij zorgen voor de weidevogel. Wij zorgen voor het mooie uitzicht van de toerist en van de burger. Die mensen kunnen langs de weilanden heen lopen en van al dat moois genieten. En als we dan kijken naar de landbouwsector na, of de voedselproducerende sector na de stikstofcrisis, dan is dit ook eigenlijk het beeld wat je daarvan hebt. Dit wil je blijven doen. Nou, wij moeten ook met z'n allen realiseren dat er gewoon ook gebieden zijn, buiten Nederland heel veel gebieden, waar gewoon geen landbouw gedreven kan worden, omdat ze geen vruchtbare delta hebben. Dat hebben wij hier in Nederland wel. Als we dan naar onze mooie provincie Noord-Holland kijken, dan zit ik in het midden van Noord-Holland met een goede vruchtbare grond waar het gras goed kan groeien. Niemand kan met gras wat doen, behalve de koeien. Die kunnen dat tot volwaardig, mooi, goed, voedzaam, kwalitatief hoogwaardig voedsel omzetten. Ja. En op de veenweidegebieden heb je boeren met heel veel kennis die met hun expertise en dat landschap kunnen beheren en melk kunnen produceren en heel goed kunnen zijn voor de weidevogelgebied. En dan kan je wel zeggen van, hè, met die veenweide, gevoelig, hoog water, uitstoot, opname. Dat is ook wel zo, maar als die boeren daar weg zijn, dan verloedert daar het landschap. Er komt daar geen eten meer van af. Ja. En de weidevogel en de biodiversiteit is daar niet bij gebaat. Dus het is heel belangrijk dat wij bewust kijken wat we op welk stukje grond doen. Dankjewel. Hoe kijk jij er naar de toekomst? Hoe zou jij hem verhaal trouwens. Ja, nee, ik vind het prachtig en ook de plek. Ik ben jaloers. Je hebt een beter uitzicht dan ik thuis. Het is echt. De landbouw van 2050. Ik vind het weer een gigantisch mooie uitdaging. En ik kijk altijd alles weer terug in een historisch perspectief. En dan kijk ik naar meneer Mansholt van de 50e jaren. Ja. De Nederlandse boer, we hadden honger. En we komen net uit de oorlog. En meneer Mansholt heeft zich gigantisch vastgebeten om zorg dat die landbouw meer productiever werd. En dat wij zo snel mogelijk zorgden dat er geen honger meer was in West-Europa. Nou, dat is hem heel goed gelukt. En weer waren wij Nederlandse boeren, liepen daar gigantisch voorop. We waren de eerste die daar de mooiste resultaten haalden. En er eigenlijk heel mooi op inspeelden. Dat die doorgeslagen is, dat klopt. Maar hoe bedoel je dat die doorgeslagen is? Dat die doorgeslagen is dat wij zo efficiënt voedsel produceren, dat we boterbergen kregen, dat we vleesbergen kregen. En dat wij in feite zoveel producten importeerden naar Nederland toe. Omdat wij gewoon heel efficiënt varkens kunnen houden, heel efficiënt kippen kunnen houden. En heel efficiënt koeien kunnen melken. Dat is eigenlijk wat Ingrid zegt. Dat is ook zo. Daar zijn we alle de beste in de wereld in. Ja. We hebben een transitie te doen. We willen naar 2050 toe. En dan zie je meneer Veerman zeggen, regie op ruimte. En ineens zie ik een hele andere klemtoon. Mansholt wil zeggen, zoveel mogelijk voedsel. En meneer Veerman zegt, hey, regie op ruimte. Dus het gaat niet meer zozeer over voedselproductie. Het gaat, hoe gaan we de ruimte inkleden? En hoe gaan wij als boeren zorgen dat wij dienstbaar zijn aan de samenleving om zo die ruimte een invulling te geven. En dat wij daar ook voedsel mee produceren is een afgeleide van het beheren dienstbaar zijn voor het beheren van ruimte. Maar ik hoor bij jullie beiden eigenlijk zeggen, ik wil voedsel produceren. Nee, heel duidelijk zeg ik, het regie op ruimte wil zeggen, wat wil die samenleving van die ruimte?
Wat willen we gerealiseerd hebben? Dan praten we over stikstof, ja. Maar zijn afgeleide. Praten we CO2, biodiversiteit, we praten over bodemdaling. Ik kan er nog wel een paar opnoemen. En eigenlijk zijn dat diensten die de overheid, die zo meteen aan tafel komt zitten, die eigenlijk dit ons op willen leggen. En ik zeg, pak het met twee handschoen aan, want wij gaan die diensten leveren. Okay. En als wij die diensten gaan leveren, dan weet je daar, daar kun je ook weer voedsel mee produceren. Maar wetende, als de overheid iets zegt, dan is de overheid de klant van me. Nou, een overheid zegt, en ik zeg, overheid zegt, ik wil wat. Ik zeg, ik ga het doen, maar dat kost deze kostprijs. Maar dan gaan we ook kijken en dan zeggen wij, wij werken heel efficiënt, hè, ben ik het helemaal met je eens. Maar wat hier in Nederland en ook hier in Noord-Holland één koe kan produceren op onze vruchtbare delta, heb je in het buitenland, hebben we daar 4 koeien voor nodig. Ja. Dus als wij het klimaat goed willen dienen, dan moeten die koeien gehouden worden op het stukje waar je de meeste productie kan houden met minste milieu-impact. Ja. En dan moet je dus bewust gaan kijken van waar zit die vruchtbare delta, waar kunnen we goed boeren en dan nog. Een boer wil heel graag die transitie meemaken. We hebben al een hele transitie gemaakt. We hebben al heel veel gereduceerd. Waar andere sectoren echt keijeloers op zijn. Ja. Maar wij willen nog verder reduceren. Maar het is ook wat die mevrouw zegt. We moeten dat met elkaar doen. De industrie moet ook reduceren. De burger zelf moet ook reduceren. Dus we moeten met z'n allen moeten we onze schouders eronder zetten om tot een mooi toekomstperspectief te komen. Maar dus ik hoor jullie allebei zeggen, eigenlijk, maar dan kom ik dan toch op terug. We willen heel graag gewoon ons werk doen, voedsel produceren. En daarin dus inderdaad. Hey, ik laat het zo zeggen. Nee, maar sorry hoor, want ik anticipeer hierop. Ik zeg duidelijk, we gaan het landschap beheren. Ja, punt. Ja. Daar zit de overheid, die willen wat we doen. Zij betalen voor de diensten die zij ons opleggen. Ja. En dat we met die diensten dat doen met koeien, schapen en landbouwbeesten. Nou, die produceren voedsel. Is voor jou en dat echt is een afgeleide. Dat is een afgeleide van. De dienst die we eigenlijk moeten leveren is de regie op ruimte. Wij gaan zorgen dat we de regie maar op ruimte zit jij erin? Maar dan moet je dus gaan kijken. Wil jij boeren omdat het je passie en in je genen zit en dat jij zelf ondernemer wil zijn en zelf de regie houden? Of wil je subsidieboer zijn, boerin, en gesteund worden met subsidies om de boel overeind te houden? Want dat zijn twee vraag, verschillende. Wat wil jij? En het is allebei goed, hè? Wacht even. Nee, wat, nee. Hoe zit jij erin? Wat is jouw toekomst? Hoe zou jij het liefst doen? Ik wil eigen ondernemer zijn en mijn eigen keuzes maken. Dus jij wil gewoon wel die. Wat is die keuze dan in dit geval? Ik wil zeker met acht op de natuur, op het landschap, de waardevol, wil ik overal rekening mee houden. Ja. Maar ik wil mijn eigen boterham verdienen. En ik wil niet afhankelijk zijn van subsidie. En die boterham verdien je in dit geval door je efficiënt te werken. Ja, maar dus en goed economisch beleid te voeren op je bedrijf. En dit van door melkproductie, wat ook leidt tot zuivel en andere. Bewust omgaan met je gras. Misschien minder kunstmest gebruiken. We gebruiken al in de jaren veel minder kunstmest. Maar het moet wel ergens van groeien. Als we ook niet meer dierlijke mest mogen uitrijden. Het gras, de gewassen, moet wel ergens van groeien. En onze gewassen nemen ook CO2 op. Wij doen ook stikstof vastbinden in de grond. Dus ze hebben ons ook nodig. Ja. Leuk. Ja. Maar kijk, dit is weer een boerenkreet, heeft subsidie krijgen. Dat, ja. Dat zegt alleen een boer. Dat zegt niet. Oh, ik ken ook heel veel anderen die dat zeggen. Ja, klopt. Ja, maar ik eigenlijk, als de overheid je een dienst vraagt, krijg je een vergoeding voor het beheer, voor de dienst die je levert. Zo, ja. Als een hovenier voor de gemeente Delft, of welke stad dan ook, ja. Het park moet onderhouden. Dan is dat normaal. En als een boer. Dan is dat salaris? Dan is dat salaris. En als een boer diensten moet leveren van de overheid. Ja. Dan heet het ineens subsidie. En die kronkel moet er nou eens helemaal uit. We krijgen geen subsidie, we leveren een dienst. En voor die dienst moeten we betaald worden. Dan ga ik hem anders zeggen. Hè, want ik wil niemand aanvallen. Dat is niet mijn bedoeling. Nee, dat, mijn maar ik wil in de toekomst blijven produceren waar de consument naar vraagt. Ja. Ja. En ik wil niet dat mijn product aan het einde van de dag nog in de schappen ligt en weggegooid wordt. Waarom zou dat?
We komen bijna door de tijd heen. Okay. Maar ik heb een paar vragen namelijk uit de chat. Waar ik op vraag 1 die er binnenkomt, namelijk jullie kunnen meedoen nog steeds met vragen stellen via Zoom. Doorklikken op de website, dan kom je bij Zoom en dan kan je ook vragen stellen. Die krijg ik hierdoor. Vraag 1, hebben we niet te veel over landbouw, wat zijn de andere sectoren? Nou, dat is volgens mij voldoende behandeld. Hebben we aan alle kanten dat besproken. Vraag 2 was, in hoeverre lossen we het probleem op als landbouw minder gericht is op export? Is dat, zou dat de toekomst zijn van een landbouwsector dat minder export is? Of? Onze voedsel blijft voor 90% binnen een straal van 600 kilometer. Is geen export, dat is EU. Dat is geen export. Duidelijk. Maar ja, voor mij is dat totaal geen issue. Wat interesseert mij dan nou waar het voedsel naartoe gaat? Dat gaat mij over. Ik wil een toegevoegde waardeproduct maken. Duidelijk. En waar het naartoe gaat, gaat het naartoe. Maar ik ben niet bezig om de wereld te voeden. We zijn er bezig om het landschap te beheren. We zijn er bezig om onze regio blij te maken. Ons land blij te maken. En een aantal diensten die de samenleving, die de politiek vindt dat wij dat een probleem is. En wij gaan hem oplossen. We hebben zo meteen hier 4 statenleden aan tafel. Ja. Zij hebben een groot stempel op in ieder geval op jullie werk. En wat we gaan verder gaan doen. Wat zou je aan hun willen meegeven? Wat is je vraag? Waar moeten ze op letten om jouw toekomstvisie veilig te stellen? Waar moeten ze echt voor nu doen? Een duidelijk beleid voor de hele provincie. Wat gaan we waar doen? En je ook vasthouden aan dat beleid. En niet als er een nieuwe coalitie komt, dat alles weer op de schop gaat. En dat we weer aan alles overgelaten zijn. En hoe zou je willen, het liefst willen dat dat beleid... Stel, jij mag het beleid voor de provincie bepalen. Hoe moet dat er voor jou uitzien? Wat moeten ze echt doen? Nou ja, dat ze de natuur en landbouw, dat ze dat niet als 2 aparte dingen moeten zien. Wij als agrarisch ondernemers zijn ook landschapbeheerders. Ja. En je moet het wel willen zien ook als natuur, maar dat is ook. En dan focussen heel erg op de natuur, maar wij werken elke dag met de natuur. Ja, dus dat onderscheid eruit halen. En wat is het voor jou? Wat ik heel graag, wat de overheid een grootmeester in is, alles vinden en geen regie nemen, geen verantwoordelijkheid nemen om te zeggen, jongens, oké, als we die dingen willen, dan is het een systeem wat 30 jaar gaat. Want een boer die denkt altijd de lange termijn. Nou, het is in de overheid altijd korte termijn denken. Ja, altijd 4 jaar. En wat het feit is, als zij vinden dat bepaalde dingen moeten, en ik ben het 100% met je eens, zorg dat je structuur maakt, zorg dat die landbouw weet waar we aan toe zijn, en zorg dat je een visie voor 30 jaar maakt. En als hij wil dat de diensten geleverd worden door ons, dan zal hij eerst je portemonnee moeten trekken om te zorgen dat die diensten betaald worden. Ja, duidelijk. Dus als ik het samenvat, betekent, zorg er nou voor dat je op de lange termijn duidelijk beleid hebt. Zorg ervoor dat je niet te veel wisselt. Zorg ervoor dat je natuur en landbouw samen neemt. En zorg er nou voor dat ze ook inderdaad goede compensatie levert voor de diensten die geleverd moeten worden. En dat is zowel voor de voedselproducten in het schap in de supermarkt als voor als de overheid vraagt, wil je dat stuk bos onderhouden, betaal er dan ook voor. En niet de subsidie, maar gewoon betalen. Klopt dit? Ja, noem het geen bos, maar noem het dan bodem. De bodemdaling die tegengegaan moet worden. Dan noem ik het de bodemdaling die tegengegaan moet worden. Ik wil jullie enorm bedanken voor dit heldere verhaal en voor delen van jullie toekomstbeelden en delen van de mooie beelden van je boerderij en de recreatieplek. Stel dat ik daar morgen wil komen kamperen of komen logeren, hoe kan ik dat doen? Op vakantie bij de boer. Op vakantie bij de boer.nl, dan gaan we dat doen. Ik zou zeggen, groot applaus, maar helaas gaat dat niet. We moeten nu een wissel maken, want we gaan naar de statenleden toe. Misschien trouwens de statenleden groot applaus voor deze boeren. Dat is in ieder geval iets. We hebben de wissel en daar hoort natuurlijk ook bij dat even schoongemaakt moet worden. Want dat hoort bij deze COVID-tijd helaas. Dat geeft me wel de kans, kom naar voren mensen. Dat geeft mij al wel de kans om een paar dingen tegen jullie te zeggen. Allereerst, jullie kunnen dus nog steeds meedoen via de Zoom, vragen stellen die binnenkwamen. Ten tweede, dit is natuurlijk onderdeel van de serie Ruimte, Ruimte, Ruimte. Waarin we het hebben over hoe verdelen we de schaarse ruimte in ons land. En daar hoort natuurlijk ook deze vraagstelling bij. Er hoort natuurlijk ook de toekomst van de landbouw en van de boerensector bij. En dan ook inderdaad die afweging. Ik hoop met deze statenleden die nu aanschuiven te praten over
over hun visie op de toekomst van landbouw en hoe zij dat voorzien. En ook wat nou echt het verschil is tussen Partij voor de Dieren en het CDA als het gaat over landbouwbeleid. Ik ben benieuwd wat hier naar voren komt, vast wel, denk ik. Aan tafel zijn inmiddels aangeschoven Willemien Koning. Jij bent statenlid voor het CDA in Noord-Holland. Ook Fabian Zoon, statenlid voor de Partij voor de Dieren. Dus jullie kunnen mij zo meteen het verschil tussen jullie twee uitleggen op beleid. Ook aan tafel is Bas de Wit. Jij bent statenlid voor de VVD. En Rien Cordol, statenlid voor GroenLinks. Dankjewel dat jullie er zijn. Ik ben vooral heel blij dat jullie er zijn, omdat dit het punt is waar de provincie nogal een belangrijke stem in heeft. Sterker nog, de provincie is leidende overheid op dit domein. Als het gaat om uiteindelijk uitvoering. Zegt dat zo goed, Willemien? Ja, de provincie krijgt natuurlijk taken gedecentraliseerd toegewezen, ja, van de landelijke overheid. Dus wij moeten uiteindelijk wel uitvoeren, ja. Je moet iets dichter bij de microfoon zitten. Want ik hoor dat je niet helemaal goed overkomt. Ik kijk dat het nu goed is. Ja, dat is goed. Dus je zegt, het is gewoon een van de gedecentraliseerde taken van de Rijksoverheid wat de provincie op moet pakken. Ja, en dat klopt, klopt. Dus inderdaad. Om te beginnen bij jullie twee. Wat vinden jullie van het gesprek wat nu de twee boeren zijn niet eens met de oproep? Je kan het haast niet eens zijn, maar... Nou, ik vind dat zij een mooi perspectief geschetst hebben. En er zit maatwerk in voor diverse soorten agrarische ondernemers. Dus ja, dat was goed perspectief. Fabian? Ja, ik kan me best aardig vinden in de biologische boer inderdaad. Dat die inderdaad een taak vervult voor ons Nederlanders, Noord-Hollanders, in het beheren van de ruimte. Ik denk dat het een heel goed uitgangspunt is om daar verder op door te gaan. En Bas, hoe luister je er naar? Nou, ik mis toch een belangrijk element, namelijk dat voedsel ook gewoon geproduceerd moet worden. Hè. We hebben wereldwijd steeds meer mensen en moeten er volgens mij niet naartoe dat we in Nederland 60.000 soort van museumboeren hebben die voor de leukigheid ook nog af en toe een bloemkool of een pak melk verkopen. Dat heb ik niet horen zeggen, maar het is goed dat je het zegt. Maar dat betekent dus, landbouwsector is in die zin, of de boerensector is in die zin dus ook echt, moet voedsel blijven produceren. En om dan terug te gaan naar de vraag die een stukje terugkwam, in hoeverre lossen we problemen als de landbouwsector minder gericht is op export? Jij vindt dus dat dat niet een van de oplossingen moet zijn? Nee, kijk, we hebben wereldwijd te maken met een voedselvraagstuk. Ja. En daarin spelen ook, en zeker juist ook, de Nederlandse boeren een belangrijke rol. Zeker ook vanwege de sterke innovatiekracht die in onze sector al jarenlang aanwezig is, decennia, na de Tweede Wereldoorlog. En dat is ook iets wat we denk ik als, laten we zeggen, mondiale verantwoordelijkheid hebben om daar ook vruchten van te kunnen plukken om ook de mensen in Afrika of het Oosten te kunnen voeden. En dat betekent wel degelijk dat je ook voedselproductie als belangrijk doel moet centraal stellen. Ja. En Rien, hoe luister jij, wat vind jij ervan? Ben je het eens met de beide boeren? Hoe luister je naar hun oproep? Nou, het zal je misschien niet verbazen dat ik iets meer in Jansen verhaal zie dan in het verhaal van Ingrid. Hoewel ik daar altijd van leer als ik dat soort verhalen hoor. Maar het is denk ik wel van belang om het punt wat Jan heel erg duidelijk maakte. Zo van, er moet ook betaald worden door de overheid voor, wat we dan met een duur woord, ecosysteemdiensten noemen. Hè? Maar dus de verduurzaming van de landbouw, het onderhoud van het landschap enzovoort. Dat is gewoon een taak die boeren ook op zich kunnen nemen. En daar moet ook een goede vergoeding tegenover staan. Daarnaast ben ik het volstrekt met Bas eens van, er moet natuurlijk ook voedsel geproduceerd worden. Dat is helder. Of wij de wereld moeten voeden, dat vind ik toch ook weer een ander verhaal. Ik denk, ik ben niet tegen export van voedsel. Maar ik denk wel dat het ook heel nuttig zou zijn als we voedsel niet de hele wereld over zouden slepen en iets meer in eigen regio ons voedsel zouden eten. Ja. En dat geldt eigenlijk hetzelfde voor het sojaverhaal. We importeren nu ontzettend veel soja uit Brazilië. Dat moet dus van de andere kant van de wereld naar Nederland komen. Naar dat kleine lapje grond waar wij landbouw bedrijven. En dan denk ik van, daar zou toch een eind, langzamerhand een eind aan moeten komen. Dat was het verhaal van Imke. Ja. Die soja, daar moeten we langzamerhand vanaf. En dat zouden we zoveel mogelijk in eigen land moeten produceren. Ja, dan ga ik toch nog even naar jou. Als we kijken naar het beleid van de provincie nu. Jullie zitten samen in de coalitie, samen met de GroenLinks, met VVD, Partij van de Arbeid en D66. En jullie hebben afgelopen jaar een voedselvisie in ieder geval uitgebracht. Ze zijn ermee bezig om dat te schrijven. Kan je kort samenvatten wat daarin staat?
Nou, ik denk dat de kern van de voedselvisie is dat je enerzijds ondernemers een helder kader wil geven van zo kijken we als provincie naar jullie sector. En dit zijn de trends en uitdagingen die wij zien. Laten we samen de handschoen oppakken. En dat gaat bijvoorbeeld over het verminderen van je milieu-impact. Hè, waar ik het ook helemaal eens ben met de collega van GroenLinks. Maar het gaat ook over de vraag van wat is een duurzaam en houdbaar verdienvermogen, verdienmodel voor de ondernemer. Waar je in feite dus die natuuraspecten en die economische aspecten in één probeert te schuiven. En dat hebben we in ieder geval vanuit de provincie proberen te doen voor 2030. Ja. En daarin ook, laten we zeggen, een uitdagende rol te spelen naar de sector toe, denk ik. Klopt dat? Ja, zoals hij het uitlegt, klopt het wel. Maar waar wij dan vanuit CDA moeite mee hebben, is dat het doel is in 2030 alle grondgebonden landbouw, natuur inclusief. Maar dat er nog geen verdienmodellen zijn. En ik denk dat we met dat toekomstperspectief daar wel echt veel meer aandacht aan moeten besteden. Dat als we dingen willen veranderen, dat daar wel een verdienmodel over moet blijven. Dus als ik goed begrijp, vind je dat de... Het is goed omschreven wat dus volgens jou het provinciaal beleid is. Ja. Maar inderdaad, het verdienmodel is nog onvoldoende. En dat is commentaar dus van het CDA op het verdienmodel, of op de visie. Ja, klopt. En waarom is dat voor jou zo belangrijk dat dat... Want het verdienmodel kan toch ook zijn dat de net zoals bijvoorbeeld een buschauffeur ook gewoon betaald krijgt, dat een boer ook gewoon betaald krijgt voor het onderhoud van het landschap? Ja, oké, maar dat zou kunnen. Maar dan moet er wel... Er moet geen kloof zijn tussen de situatie zoals die nu is en het wensdenken wat geschetst wordt in zo'n visie. 2030, dan hebben we nog 8 jaar te gaan. Die boeren moeten wel die verandering mee kunnen maken. Die moeten daar voldoende kunnen innoveren en investeren. En je moet je doelen dus wel realistisch stellen en zorgen dat wat je wil, dat daar dan ook een inkomen nog te verdienen is door de boeren. Die welk maatwerk ze dan ook gaan toepassen, maar dat er wel een inkomen uit verdiend kan worden. Anders gaan ze dat niet realiseren. Fabian? Ja, ik ben het niet vaak eens met CDA, maar daar heeft CDA natuurlijk wel een punt. We moeten inderdaad zorgen dat die boeren een verdienmodel hebben. En je ziet nu dat we als overheid niet de goede boeren die innovatief bezig zijn, bijvoorbeeld door soja te telen in Nederland op de plekken waar anders gras kwam, om daar nu Nederlandse soja te telen en daar vervolgens sojamelk van te maken. Ik denk dat dat de boeren zijn die we als overheid moeten gaan stimuleren, omdat die de weg voorwaarts zijn, zodat we minder melkveehouderij hoeven te hebben. En hoe moet dat er dan uitzien? Hoe kan je die boeren stimuleren? Nou ja, we zien nu dat de subsidies vooral gaan naar de grootschalige veeteelt. Maar we horen net dat tenminste de boeren hier die net aan tafel zaten, wilden helemaal niet gesubsidieerd worden. Nee. Ze willen gewoon werken en daar gewoon eerlijk voor betaald worden. Ja. Dat klopt inderdaad. Daar moeten we juist naartoe gaan werken. En dat zie je dat je niet nu die race to the bottom hebt, waarbij we steeds goedkoper moeten gaan produceren. Grotere schaalvergroting is nu juist al wat door de Rabobank en door de VVD juist gepromoot wordt. Dat we daar van weg moeten en dat we weer terug moeten naar kleinere boeren die hoogwaardigere producten gaan maken. Ja. Rien, ik heb jullie allemaal gevraagd om een foto mee te nemen. Ja. En dat heb jij ook gedaan. Laten we daarna gaan kijken. En die foto zou moeten staan voor de landbouw van de toekomst. Is dit de foto? Dit is de foto. Dit is de foto. Waarom heb je deze foto meegenomen? Ik heb deze foto meegenomen omdat het een perceel hier in Noord-Holland is, uiteraard, want daar praten we over. Dit is de Noord-Beemster. En het perceel wat je hier ziet, dat is aangekocht door Land van Ons. Ja. Land van Ons is een coöperatie van inmiddels 15.000 Nederlanders die grond aankopen, die gewoon op de markt komt, om de biodiversiteit en het landschap te verbeteren. Ja. En dat doen zij bijvoorbeeld hier, dit perceel. Daar zit inmiddels een biologisch dynamische veehouder. Die pacht dat van het Land van Ons. En dat zijn wat mij betreft de voorbeelden van hoe burgers en boeren samenwerken aan een nieuwe landbouw en een nieuw landschap. Dus het, voor mij staat dit, er moet hier ook nog een hoop gebeuren ongetwijfeld, maar het staat wel in principe symbool voor hoe het in de toekomst zou kunnen gaan. En dat dus betekent niet dat het allemaal aanpak door Land van Ons moet gebeuren, voor alle helderheid. Maar het is een model op dit moment om een aantal veranderingen in gang te zetten in het, op het platteland. Ja, dus het betekent, toekomst betekent dus dat zowel de boeren en de burgers samen de schouders moeten zetten in die transitie. Maar nu horen we aan deze kant van de tafel dat jullie aan die kant van de tafel onvoldoende rekening hebben gehouden met het verdienmodel van diezelfde boeren. Hoe wordt dat in jouw toekomstbeeld opgelost en hoe ga je dat rechtbreien? Nou, ik geloof ook niet dat er in de voedselvisie niet voldoende rekening mee gehouden wordt met die verdienmodellen. Het is volstrekt helder dat je boeren een inkomen moeten kunnen verdienen met wat ze doen.
En dat is zoals Fabian het net ook zei. Van, als je mensen betaalt voor diensten die zij vervullen voor de samenleving. Dus onderhoud van het landschap. Maar dat kan ook door biodiversiteit te bevorderen. Dat kan ook door anders met je water om te gaan. Waardoor het water schoner wordt. Dan zijn dat gewoon diensten die je aan de samenleving levert. En daar moet voor betaald worden. Dus dat is een vorm van verdienmodel. Die we de komende 8 jaar, als we even uitgaan van 2030 als tijdlijn, die we de komende 8 jaar verder vorm moeten geven. En ik denk dat dat heel goed kan. Sterker nog, er ligt op dit moment een fantastische kans. Want we zijn bezig om het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid van Europa vorm te geven voor Nederland. Mm-hmm. En daar liggen gewoon kansen om nieuwe verdienmodellen voor boeren die willen verduurzamen te creëren. Ik heb een vraag uit de chat voor jou. Namelijk, wat is de plek voor dieren in ons land? En dat is wel grappig, want ik ga nu nog beter in het veld kijken. En ze staan er niet op, misschien insecten, maar... Nou, ik zie dan wel koeien lopen. Oh, er dus lopen wel koeien, dan is gewoon bij mij te ver weg. Nee. Wat is die plek in... hoe ziet dat eruit voor jou? Nee, wat mij betreft is er natuurlijk plek in Nederland en plek in de landbouw voor dieren. Ja. Ik denk wel dat de intensieve veeteelt in hoge mate zou moeten worden afgebouwd in Nederland. En ik denk dat we veel extensiever moeten gaan boeren. Ja. Dus de veestapel in Nederland is echt gigantisch groot. Onvoorstelbaar groot, hè? Als je het over, zeker ook over Brabant en Gelderland gebieden hebt, waar de intensieve veeteelt heel groot is. Ja, daar zal een enorme verandering in moeten komen naar de toekomst toe. Maar omdat ik gewoon Nederlands vertaal, dat betekent je wil gewoon minder dieren in deze sector. Absoluut. Er is wel degelijk, ze hebben wel degelijk rekening gehouden met het verdienmodel, zegt Rien. Ja, dat blijkt nog niet voldoende uit de voedselvisie. In hun opzicht zal dat misschien zo zijn, maar er zijn nog helemaal geen goede wegen daar naartoe. Die worden niet geschetst. Dat moet allemaal nog uitgevonden worden. Dus daar moet veel meer tijd is daarvoor nodig en veel meer onderzoek is daarvoor nodig. En veel meer richting geven ook aan innovaties en daar mogelijkheden voor geven. Maar volgens mij hebben we die tijd niet, Willemien. Want er moet ontzettend veel gebeuren. Willen we deze planeet niet verder naar de verdommenis helpen. En dat betekent dat we grote opdrachten hebben, ook in het landelijk gebied, waar we iets aan moeten doen op het gebied van klimaat, op het gebied van milieu, op het gebied van water, op het gebied van gezondheid. Dus hoe lang wil je daar nog voor nemen om dat allemaal te verbeteren? Ja, als jij zegt dat dat binnen 8 jaar moet, zoals in die voedselvisie staat, dan moet je zeker een verdienmodel daar aan toevoegen en zorgen dat dat er is. En dat zit er nu nog niet in. Laten we naar jouw foto gaan. Je hebt stiekem 2 foto's meegenomen, maar Volgens mij wil je de eerste laten zien, namelijk... Laten we deze zien. Nou, die of wil je die andere laten zien? Ja, eigenlijk mag dit niet, want dit is eigenlijk vals spelen. Want de rest mag het ook niet. Maar laten we dan niet naar die andere gaan. Nee, deze, kijk. Oh. Dit is, want mijn insteek is van, we moeten de agrarische sector in Noord-Holland niet onderschatten. Dit is het grasland van een gangbare boer. Ja. En moet je kijken wat voor biodiversiteit je hier ziet. Je ziet dus gewoon allemaal verschillende grassen, je ziet vlinders. Dus het is gewoon, het beeld wat geschetst wordt van de agrarische sector is vaak veel te negatief. Want dat is het beeld van de groene woestijn? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Als je dit weiland vanaf de snelweg ziet, dan zie je een groen weiland. Maar als je van dichtbij kijkt, zie je gewoon dat er ontzettend veel biodiversiteit in zit. En het blijkt ook dat de bodem onder grasland, dat daar de meeste bodemleven in zit. Dus heel vaak wordt gewoon onderschat wat er al gebeurt en hoe goed het al in elkaar zit. En hoe staat dit voor jou voor de toekomst van de landbouw? Hoe zie jij dit als een stip op de horizon? Nou, dan mag je nu naar de tweede foto. Wederom eigenlijk mag het. Kijk, dan zie je daar dus ook een beeld van de toekomst. En je ziet ook weer dat beeld van het groene gras waar dan paardenbloemen, maar ook andere grassen en kruiden in zitten. En je ziet de veestapel. Maar je ziet ook een boer met een heel kleine jongen. En dat is dus de boer en de consument van de toekomst. De agrarische sector die produceert voedsel. De agrarische sector produceert landschap. En doet dat ook voor de bevolking, voor de consument. En wil dat ook in de toekomst blijven doen. En doet dat natuurlijk ook als familiebedrijf met het oog naar bedrijfsopvolging. En in de toekomst wil je daar ook mee verder. En voor dit beeld, hoe zou je dat verdienmodel voor die visie hierin willen hebben? Hoe zou je dat voor je zien? Nou, wat nu vaak de realiteit is dat je met de hoofdtak, dus in dit geval de melkveehouderij,
haal je een inkomen. En wat je daarbij doet aan bijvoorbeeld akkerrandenbeheer, daar krijg je dan een soort onkostenvergoeding voor. Maar dat is dan een kostendervingsvergoeding. Dus je verdient daar niks extra's mee. Nee, de kosten die je daarmee maakt worden dus vergoed. Maar je haalt er geen inkomen uit. Ja, het dus moet dus echt inkomen worden. Dus de overheid de moet dus toe, gewoon ja, gaan er betalen. Er moet een plus op dat je dus niet alleen maar met je koeien het geld verdient, maar ook met akkerrandenbeheer en met andere diensten die de burger en de overheid wil. Dat je daar ook echt een plusje op hebt. Dat je er inkomen uithaalt. Want anders blijft het zo dat je heel veel dieren moet hebben om een inkomen te hebben. En nu krijg je een vraag. Die balans moet erin zitten. En nu krijg ik een vraag uit de chat voor jou. Dan zegt, er is nog maar 15% over van de biodiversiteit. Hoe kan je dit positief noemen? Dat is letterlijk wat hier staat. Maar jij zegt hier, er is onwijs veel biodiversiteit onder dat grasland. Ja, maar dat is omdat daar de laatste jaren al op gestuurd is. Ook door gangbare boeren. Er wordt veel meer op gestuurd om die biodiversiteit steeds verder te versterken. Fabian. Maar dat is toch wel iets wat je wat niet waar is. Kijk, wat we zien is dat het heel erg slecht was. En wat je nu zegt is maar dat. Maar wat is specifiek niet waar? Dat de biodiversiteit nu goed is, die is op dit moment gewoon heel erg slecht. Dat zie je niet door te kijken naar een grasprietje of door te kijken naar één stukje bodem. Dat doe je door te kijken naar onderzoek die gedaan is. En dan zie je gewoon, of naar de voorruit van je auto als je over de snelweg hebt gereden. Je ziet gewoon dat de biodiversiteit enorm naar achteruit is gegaan. En we hebben een enorme onvoldoende gehad en we zitten nog steeds in die onvoldoende. Op dit moment, als je kijkt, hebben we een onvoldoende en gaan we niet over als Nederland. Ik ben het totaal niet met je eens. Als ik kijk hoe de sloot rondom het landschap bij ons in de buurt, hoe die er vroeger uitzag en hoe dood die was en hoe goed die sloot er nu uitziet en hoe die slootkanten eruit ziet met heel veel planten. En nog steeds, hoe dus dat gras eruit ziet. En nog steeds halen we de kaderrichtlijn water niet. De kwaliteit van het water is nog steeds ondermaat. Maar het is wel enorm verbeterd. Nou ja, en dat is dus niet genoeg, blijkbaar. Niet voor de toekomstige generatie die je daar zo mooi op je foto hebt staan. Dat is inderdaad een hele mooie foto. Maar laten we naar jouw foto gaan. Is goed. Ja. Ja, ik heb ook vals gespeeld natuurlijk. Want ik wil helemaal geen foto laten zien van hoe mooi het wordt. Maar ik wil eigenlijk de foto laten zien die in de geschiedenisboekjes moet komen. Dit is een kalfje. Die is 14 dagen oud. Die is direct bij zijn moeder weggehaald. Hij heeft twee labels in zijn oren gekregen. En nou, die is op dit moment overleden, ja. Want het is een kalfje, hij is vet gemest en hij is naar de slacht gegaan. Hij heeft zijn moeder niet gekend, hij heeft de buitenwereld niet gezien. En dit is het leven van de kalf. En ik wil eigenlijk dat dit stopt. Mijn toekomstbeeld is dat we dit soort dieren niet meer hoeven te gebruiken voor onze voedselproductie. En dat kan heel goed. En hoe kan de visie die er nu ligt vanuit Noord-Holland, hoe kan die daarbij helpen? Of helpt die daar voldoende bij? Nee, die helpt daar niet voldoende bij. Ik denk dat dat een opmaatje is die, om naar een goede toekomst toe te gaan. Kijk, we hebben een 2030. Ik denk dat we daar echt moeten inzetten op die natuurinclusiviteit. Ik denk dat we richting 2050 gewoon geen dieren meer hoeven te gebruiken voor onze voedselproductie. Bijvoorbeeld door sojamelk zelf te gaan maken, door bonen te gaan telen op grasland en door meer natuur te hebben. Dus jij gaat verder dan Rien, doordat je zegt van ik wil niet minder dieren in de veestapel, ik wil gewoon geen veestapel. Uiteindelijk geen veestapel meer, dat klopt. Sowieso, okay. Stapel is al een heel naar woord natuurlijk als je het over dieren hebt, over individuen hebt. Hoe sta jij erin, Middemien? Ik denk dat we in Noord-Holland, in de delta, hebben we ontzettend veel weiden, veel grasland. Waar je ook in bepaalde gebieden gewoon niets anders kan telen als gras. Dus Nederland is gewoon een goed land om melkkoeien te houden. En wat net ook al in de discussie naar voren kwam, als we dat in andere landen gaan doen, dan heeft dat veel meer milieu-impact en dan zijn de omstandigheden veel minder goed. Dus als je gewoon naar het hele klimaatverhaal kijkt, is Nederland gewoon echt een land wat uitstekend geschikt is voor melkveehouderij. En natuurlijk moet je die dieren op een goede manier houden en is dierenwelzijn belangrijk. Maar ook daarin is Nederland een goed voorbeeld in de wereld. Ja, nee, je zat vrij naar de VVD. Nee, ik ging zo meteen naar... Dierenwelzijn is dus echt niet aan de orde. Kijk, op het moment dat je horens afbrandt van kalfjes, dan heb je het gewoon niet over dierenwelzijn. Dan heb je het over een industrieel product dat je probeert te houden. En daar proberen jullie als ouderwetse boeren proberen daar profijt van te maken. Ik denk dat we die weg niet in moeten gaan. Dat we naar die schaalverkleining moeten. En dat we naar meer boeren moeten gaan die minder dieren houden. Dank. Dan ga ik toch naar jou nu. Bas, hoe kijk jij naar de toekomst van de landbouw? Want je hebt nu verschillende drie perspectieven gehoord.
denk je, ik sluit me aan bij Fabian of ik sluit me aan bij Willemien? Of heb je een eigen visie? Ik denk dat we het speelveld iets moeten vergroten. Ja, want jij hebt ook een foto meegenomen. Daar kom ik zo op. Ja. Ik zie de landbouw ook echt als een strategische pijler in onze economie. En ook zeker als je kijkt naar de schuivende panelen tussen Amerika, China en het Europese blok, is de landbouw echt een kans voor ons om ons ook te kunnen laten gelden op het wereldtoneel. En dus echt landbouw als geopolitiek? Ik zie absoluut. Absoluut, omdat China heeft niet de mogelijkheden om haar eigen bevolking te voeden. Dus zijn afhankelijk per definitie van derden. En ik zeg niet dat wij voor de hele Chinese bevolking moeten gaan produceren. Totaal onrealistisch. Maar wij hebben wel een sterke sector nodig, een sterke primaire sector, waar ook vanuit innovatie, onderzoek, toepassing van nieuwe technieken, juist ook weer een heel goed verdienmodel in zit, naar bijvoorbeeld een partij of een land als China toe. En ik zie dat echt wel, ik zie de agrarische sector als een van de centrale economische sectoren in dat mondiale vraagstuk. Dus waar vanuit China eigenlijk dus alle chips in die 5G-masten, we hebben natuurlijk een tijd geleden discussie over geweest is, daar zetten wij tegenover. Als jullie daarmee gaan klooien, dan hebben wij ons voet vol. Dus het is ook echt een industrieel complex eigenlijk. Wij kunnen als Nederland en als Europa heel goed voedsel produceren. Dat moeten we blijven doen en ook durven exporteren. Niet alleen het product zelf, maar ook de techniek die erachter schuil gaat. Maar is het dan een industrieel complex? Eigenlijk? Nou, het is een primaire sector. Er wordt wat gemaakt. Hè? Ja. En dat is voor mij het centrale element in een verdienmodel in de agrarische sector. En ik denk dat dat een wezenlijk onderdeel kan zijn voor grote strategische vraagstukken die op wereldtoneel spelen. Maar dus als Rien, Fabian en Willemien zeggen, we moeten verdienmodel en oneens zijn over of het wel voldoende erin in jullie plannen zit, zeg jij, dit verdienmodel moet primair uit de voedselproductie komen? De kern van een goed verdienmodel van agrarie is een goed product. En dat product bestaat grotendeels uit melk, kool, zeg het maar. Ja. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook een landschappelijk product. Hè. Daar ben ik het helemaal mee eens. En ik denk zeker dat je dat op een nettere manier kunt waarderen als samenleving en ook de boer daar een betere vergoeding voor kunt. Ik zat even te kijken wat je net er. Ik bedoel, je vindt dat de boer beter gewaardeerd moet worden voor de diensten die samenleving biedt door zeker, het landschap te onderhouden. Dat vind ik zeker een terecht punt vanuit de sector, waarvan ze zeggen, we willen graag het landschap onderhouden, maar daar moeten we, wat collega ook zegt, kosten ook voor maken en dan mag je ook wel iets meer voor terugkrijgen dan alleen, stuur je rekening maar en dan krijg je hem vergoed. En als ik dan Fabian hoor over met zijn dieren zijn individuen, hoe kijk je daarnaar? Hoe luister je naar dat verhaal? Ik vind dierenwelzijn een uiterst relevant punt. Ja. En het is ook niet zo dat we dat links laten liggen. Sterker nog, we hebben in Europa volgens mij heel goed beleid op dierenwelzijn. En zeker ook in Nederland. Dus niet dat we dat maar laten aanfrommelen. Ik denk dat we daar juist ook daarin vooruitstrevend zijn. En een norm ook kunnen zetten naar andere landen toe over hoe wij met dieren willen omgaan. Ik ga zo naar de rest toe, maar ik wil eerst naar je foto kijken. Waarom heb je deze foto meegenomen? Nee, deze foto, daar zien we een klein jochie in een trekker. Ik denk dat ik hier ongeveer 2 was. Ja, ik dacht wel dat jij het was. Maar ik ben het zelf. Voor mij heeft de agrarische sector mij heel veel gebracht. Het is voor mij ook een sector waar een bepaalde mentaliteit voor opstaat. Van jongens, het kan nog zo hard waaien en regenen, maar we zetten door en het gaat ons lukken. Ja. En dat is voor mij kenmerkend voor de agrarische sector. En dat heeft mij veel gebracht. Maar ik denk ook dat met die mentaliteit er heel veel voor ons in de toekomst En dat hoort dus ook bij die... toch die geopolitiek weer, die positie van Europa, de positie van Nederland daarin naar de rest van de wereld. Absoluut. Ik zie dat als een kans. Ja. Rien, landbouw als geopolitiek, landbouw als positieversterker voor Nederland? Nou, dat hoeft van mij betreft allemaal niet. Maar ik vind natuurlijk, ik ben het er ook weer helemaal mee eens, Bas eens, als die zegt van de primaire inkomstenbron van boeren moet natuurlijk uit de voedselproductie komen. Ja. En dat betekent, dat was een van de punten die Imke in haar inleiding zei, van we besteden tegenwoordig nog 8% van ons inkomen aan voedsel tegen enkele decennia geleden 30%, 40%. Mm-hmm. We betalen natuurlijk veel te weinig voor ons voedsel. Dus de prijzen van het voedsel zullen omhoog moeten. Dat kan als je inderdaad ook op een betere, kwalitatief hoogwaardigere manier gaat produceren. Ik heb dit boek meegenomen, dat heb ik toevallig van de week gelezen. Als je hem zo draait, dan kunnen de mensen, Het Beklemde Land is een boek over, dat gaat over een aantal boeren in de Westpolder, in Groningen, tussen het Lauwersmeer en de Waddenzee. Biologisch dynamische veehouder en 2 akkerbouwers. Ja. En die zijn allemaal op zoek naar een model voor de toekomst. Want ze zijn zich er, ook die akkerbouwers zijn zich er ontzettend van bewust van de manier waarop wij nu met onze bodem omgaan. Met akkerbouw, die is niet houdbaar. Die bodem die wordt alleen nog maar gevoed met kunstmest.
En niet meer met de natuurlijke dynamiek die in de bodem moet zitten. Ik vond een prachtig citaat is: verbeter de wereld en begin bij de bodem. Dat is een Van Douwe van Wezenmaal, volgens mij, een boer die vertrokken is naar Duitsland. En die daar volledig zonder kunstmest, met alleen drijfmest. Zonder drijfmest, sorry. En zonder gewasbeschermingsmiddelen produceert. En dat kan. Hij produceert op een goede manier, verdient daar een goede boterham. En dat zijn eigenlijk de boeren die in dit boek aan het woord komen. Die zijn daar op zoek naar dat soort modellen. En ze zijn er nog lang niet. En ze hebben ook hun twijfels. En ze het is een uitproberen. Maar ze zeggen allemaal, wil de landbouw in Nederland toekomst hebben, dan zullen we beter naar onze bodem moeten kijken. En dan zullen we beter met ons landschap om moeten gaan en met de biodiversiteit. Bas, ben je het mee eens met Rien? Ja, ik denk dat de kern is, de bodem is, laten we zeggen, het belangrijkste bezit van een boer. Hè? En nogal wie dus dat hij daar zuinig op moet zijn. En ik denk zeker dat er ook in Nederland wat te winnen is. Ik ken ook geen boer die niet houdt van zijn eigen grond. Absoluut. Dus het belang is ook evident, hè, voor een boer, hoe die daar goed mee om zou moeten gaan. Ik ben het helemaal eens met collega dat daar echt ruimte is voor verbetering. En dat je ook soms, laten we zeggen, mensen de ogen moet openen. En ik kies zelf dat voor een aanpak. Mensen willen niet veranderd worden, maar ze willen best veranderen. Ja. Dus je moet ook laten zien wat werkt. En dan geloof ik echt dat er heel veel energie zit in de Nederlandse agrarische sector om daar ook op door te kunnen pakken. Ja. Fabian? Dat is wel tegenstrijdig, Bas, wat je zegt. Want aan de ene kant zeg je van er moet meer geld verdiend worden. En aan de andere kant zeg je van we moeten goed met die bodem omgaan. En als ik dat nu zie, zie ik dat we de waterniveau te laag doen, waardoor de bodem steeds verder inklinkt. We zelfs zouten kwel krijgen op sommige plekken. We zien dat we kunstmesten uitstrooien. We zien dat we de waterkwaliteit niet halen. Dan moeten we toch juist aan die kern, aan die bodem, moeten we toch gaan werken om die goed te krijgen. En dan kijken wat voor geld je erop kan verdienen nog. Ik denk ook dat de tegenstelling niet ligt bij het belang van de bodem. Ik denk dat we in Nederland er goed aan zouden doen om in die zin een convenant te maken, een afspraak te maken met de agrarische sector. Jongens, dit zijn de dingen die we verwachten. Want ik denk zeker dat een agrariër minder kunstmest wil gebruiken. En ik denk zeker dat een agrariër af wil van gewasbeschermingsmiddelen waar dat kan. Uiteindelijk zijn het voor hem ook kosten. Dus in het belang hoeven we elkaar niet tegen te werken, denk ik. Alleen de vraag is, hoe komen we op de weg daar naartoe? En daar denk ik dat we als Nederland een stap te zetten hebben. En Fabian, wat Bas in de ook zegt, is dat landbouw ook een strategisch belangrijke, of echt deze hele sector, een strategisch belangrijke industrie is voor Nederland. En dat dat ook inderdaad tegenwicht kan bieden voor China en voor andere geopolitieke vraagstukken. Is dat niet een goed punt om juist wel meer in te zetten op wat intensievere landbouw? Nou, als je kijkt naar wat de omzet is die we als Nederland maken, dan is dat uiteindelijk maar beperkt. Ja, als je dat verhoudt tegen hoeveelheid land die de landbouw op dit moment gebruikt en tegen de hoeveelheid bruto nationaal product die het oplevert, dan valt het nog wel mee. Maar dat is niet, ik ben het niet eens met hem, dat is het, zijn stelling klopt niet. Dat is wat anders. Vind je ook, laat ik hem anders formuleren, vind je dan ook dat de landbouwsector eigenlijk een groot tegenwicht, groot belangrijk, primaire, elementaire rol moet spelen in onze economie? En dat we daarop moeten inzetten? Niet zoals je op dit moment is vormgegeven, nee. Nee, ik denk zeker dat landbouw een belangrijk punt kan zijn binnen onze samenleving meer. Juist door diensten te gaan verlenen die wij zouden willen hebben. Hè, meer biodiversiteit, dingen goed met je land omgaan, doorgeven aan de toekomst. En dat we niet zozeer moeten focussen op meer omzet maken, maar juist op betere omzet maken. Bas? Nou, ik denk dat we iets verschillends in zitten in die zin. Ik hecht waarde aan het primaire product wat uit de sector kan komen. Ja. En ook de innovatieve technieken om daartoe te komen. En ik denk echt dat dat een heel belangrijk onderdeel kan zijn van onze strategische autonomie. Laten we zeggen, de Koude Oorlog uit het verleden, die hoeft niet weg te zijn. Hè. Die elementen zijn er altijd. En dit is echt, denk ik, een centrale kans voor ons om ons daar goed in te positioneren. Ik heb een stelling gekregen uit de chat. Of iemand heeft een stelling geponeerd die ik wel mooi vind voor een slot. De druk op de biodiversiteit en natuur komt vooral door de industriële vervuiling, onbeperkte groei van industrieterreinen en woningen en wegen. Burgers die nooit meer genoeg hebben en overal heen willen vliegen. Allemaal grijs vervuiling zonder kringloop. Zijn jullie het daarmee eens? Is het dat dus vooral? Ja,
Ja? Ja, ik denk dat hier natuurlijk wel elementen in zitten die waar zijn. Hè. Kijk, we zijn natuurlijk als Nederland een godsgruwelijk welvarend land. En daar mogen we natuurlijk onszelf heel erg voor op de blote knieën dankbaar voor zijn. Laat ik het zo zeggen. En dat maakt ook dat je bepaalde vraagstukken ook centraal kunt stellen. Want wij kunnen allemaal, als we willen, 3 keer per jaar op vakantie of op ski. Ik zeg bij allemaal, maar heel veel mensen kunnen dat. Nederland, het is breed toegankelijk. En ja, dat doet wat met je perspectief hoe je naar de wereld kijkt. Ja, Willemien? Ja, ik denk zeker dat je moet alle bronnen meewegen en niet alleen de landbouw. Maar ik wil ook nog heel even terugkomen op die vorige discussie. We moeten in Nederland natuurlijk wel zorgen dat we genoeg voedsel blijven produceren, ook om onszelf te voeden. Want als je kijkt hoeveel wij importeren aan voedsel, citrusvruchten, koffie, cacao, van alles. En als je dat zou aftrekken van wat er geëxporteerd wordt, dan is dus de vraag of we onszelf kunnen blijven voeden als land. Dus dan, we moeten echt nadrukkelijk wel dat kunnen blijven doen, ook gezien de geopolitieke verhoudingen. Dus denk je bedoel je daarmee ook dat we ons palet aan voedsel moeten aanpassen? Dus dat we anders moeten gaan eten, meer lokaal? Nou, daar zou je natuurlijk naar kunnen kijken. Maar ook dat je niet te ver moet doorschieten in alles maar natuur maken en alles natuurbeheer. Dat je dus echt die voedselproductie ook wel centraal moet houden. We zijn bijna aan dit uur gekomen aan het fijne gesprek. Maar ik ben heel blij dat ik het verschil al erg heb kunnen horen tussen jullie partijen. En dat het duidelijk is, in ieder geval denk ik, voor de kiezer en voor de kijker, voor volgende keer waar jullie in ieder geval mee bezig zijn. Maar ik hoor ook een overeenkomst. En dat is namelijk dat inderdaad de boeren in hun onderhoud van het landschap beter in ieder geval gecompenseerd moeten worden. En gewoon een voor beloond moeten worden. Klopt dat? Heb ik dat gehoord? Vindt iedereen dat? Wat mij betreft wel. Van jou ook? Ja, zeker. Ja, zeker. En niet te ver doorschieten. Wat bedoel je daarmee? Nou, dat we straks alleen nog maar natuur overhouden. Oh, nee, zo. Nee, ik heb het over de huidige situatie. Ik hoop namelijk, want jullie gaan daar zo over, dat we dit ook kunnen zorgen dat de Staten daar in ieder geval ook zich hard van gaan maken. Want hebben we meerderheid aan tafel? Dat volgens mij nog niet. Maar, Ik zou nog even terug willen naar Jansen verhaal. Want die regie op ruimte verhaal. Ja. Yeah. Want dat is natuurlijk ook een belangrijke taak van de overheid en ook van de provinciale overheid. Ik denk dat we een fractie in dit land van voor natuur hebben. En veel meer land op dit moment gebruiken voor landbouw. Daar mag best een beetje balansverschuiving in komen. Daar zijn we ook mee bezig in Noord-Holland. Hè. We zijn natuurnetwerken aan te realiseren. En dan nog blijft er genoeg land over in Nederland om behoorlijk wat voedsel te produceren. Maar dat zullen we dus op een andere manier moeten doen, op een aantal punten. En we zullen er als burgers meer moeten gaan betalen. En we zullen ook een ander dieet moeten gaan volgen. Dat is ook wel een punt. Dat laatste, daar kunnen we als provincie niet zoveel aan doen. Hè. Hoogstens propageren. Maar dat regie op ruimte, hè, dat is wel een heel belangrijk punt. Wat willen we waar? Remkes zei het, geloof ik al, niet alles kan overal. En daar moeten we goed naar kijken, denk ik. Nou, we zijn helaas aan het einde van het uur gekomen. Ik had heel graag jullie reactie er ook nog op gehoord. Maar dit was Ruimte, 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 wat inderdaad over regie op ruimte ook gaat. En nu vanavond dus over inderdaad de landbouwsector na de stikstofcrisis. Wat ik fijn vond ook al zeg, we hebben heel erg duidelijk weten te krijgen wat in ieder geval de verschillen zijn tussen deze partijen. We hebben 2 boeren gehoord die volgens mij een mooi beeld hebben geschetst wat de toekomst is van de landbouw en van de boerensector in ieder geval Noord-Holland, maar in heel Nederland ook. Dit is het einde van deze aflevering, maar er gaan nog meer programma's volgen. Zoals jullie van ons gewend zijn, zijn alle programma's van Pakhuis de Zwijger natuurlijk terug te kijken en ook vooruit te kijken. En komt er veel moois op ons af. Zoals de voedselverkiezingen, de volgende aflevering in deze serie of een van de volgende. Waarin we gaan kijken naar de voedselvisie en ook vooral wat dat dan voor de gemeenteraadsverkiezingen gaan betekenen. Hopelijk kunnen we jullie dan weer ontvangen. Houd daarvoor onze website ook in de gaten. Maar mocht dat niet zo zijn, dan kan je natuurlijk ook altijd kijken naar de Zwijger. .nl of naar hopelijk dan ook weer NH Nieuws of andere plekken waar dit dan ook verspreid wordt. Alle andere afleveringen van Ruimte, Ruimte, Ruimte en alle andere programma's die wij gemaakt hebben zijn altijd gratis terug te kijken op dezwijger.nl en op ons YouTube-kanaal. Dat houden we zo graag, want aan de democratie kan je geen prijskaartje hangen. Zou je dat toch willen steunen, dan kan dat door bijvoorbeeld lid te worden van Pakhuis. En dat kan door zometeen de QR-code te scannen. En dan gaan we later, hopelijk als het eruit weer mag, gaan we in ieder geval een groot event organiseren hier. Dat we met jullie gaan praten over welke programma's moeten we nog meer gaan maken.
heel erg veel dank voor in ieder geval voor jullie hier aan tafel. Voor Willemien Koning, statenlid CDA. Fabian Zoon, statenlid Partij voor de Dieren. Voor Bas de Wit, statenlid voor de VVD. En voor Rien Kordoel, statenlid voor GroenLinks. En natuurlijk ook voor de twee boeren, Ingrid de Sijn en Jan Buijendam. En voor Imke de Boer van de Weur. Hier is het team geweest. Bono, Arno. We hebben Natasja en we hebben natuurlijk Dieter. Heel veel dank en graag tot volgende keer. Mijn naam is Servas. Dag.